was heel raar. We liepen eigenlijk de aftrap af en hij vluchtte gelijk in. Dat was heel snel. En, had je de bal al geraakt? Ik heb de bal niet geraakt. Nee, ik weet niet, hebben jullie gezien hoe lang het was? Het was 9 seconden. Net geen record. Ja. Koos Waslander was een keer eerder. En Johan Cruijff heeft het ook wel eens gedaan. Dus wat betreft zit hij in een mooi rijtje. Ja, dat is wel goed. Maar wat gebeurde er daarna? Er gebeurden een aantal dingen ook niet volgens mij. Nadat jullie op 1-0 zijn gekomen. Nou ja, ja we begonnen dus. Die 1-0 is een voorbeeld van ja, hoe je moet beginnen. Gewoon heel scherp en fel. En John die de verdediger goed afjaagt. Waardoor Jaron kan scoren. Maar daarna ja, was eigenlijk. Ja, ik weet niet. Het was niet zo fel als bij de aftrap. Het was een beetje, ja, ik weet niet, gelaten. Ja, het zakte een beetje in, een beetje nonchalant af en toe op momenten. Ja. Kon je daar wat aan doen of merkte je dat vanzelf als speler? Ja, het was een speler natuurlijk met 4 middenvelders, dus dat was heel even wennen. We hadden natuurlijk eigenlijk daar ook zijn vrije man. Dus dat was voor ons wel lastig. En, toch wist je dat van tevoren? Ja, we wisten van tevoren, maar ja, in de praktijk is het altijd anders dan op de blaadjes natuurlijk. Dus dat was heel even lastig. En, ja, we speelden niet slecht of zo, maar ja, het was niet zoals tegen Feyenoord, zeg maar. Dus dat was jammer. Net niet? Het was net niet, ja, inderdaad. Ik denk dat het goede woord is. Ja, die rode kaart. Ja, daar kunnen we over discussiëren, maar ja, rood is rood en dan met 10 man. Ja. Vind je het lastig om met 10 man te spelen? Ja, tuurlijk, dat is altijd lastig. Ja, in het begin geeft het je wel een soort boost van, ja, kom, we kunnen het met z'n allen. En ik denk dat we het nog wel redelijk hebben voorgehouden, maar ja, als die 2-1 valt, dan probeer je het nog even. Maar ja, na die 3-1 dan weet je ook van, ja, het wordt nu al heel lastig. Dus dat is, ja, met 10 man is het gewoon moeilijk. Je loopt heel veel achter de bal aan en als je zelf de bal hebt, dan word je gelijk afgejaagd. Dus het is heel moeilijk voetballen. Ja. Toch kwamen jullie, zeg maar, lekker uit de kleedkamer en begonnen jullie weer wat meer op balbezit te spelen. En ik zag weer wat combinaties die ik in de eerste helft niet zag. Dus het kopje zat toen even goed. Ja, klopt. Ik denk dat we de tweede helft ook wel goede momenten hebben gehad, voetballend. En ja, gelijk na een paar minuten die kans voor Wesley. Het is jammer dat hij hem niet maakt. Ja, verder moeten we dit maar snel vergeten en op naar NEC. En het is dan ook nog heel zwaar, hè, die tweede helft. Want ik zag jou hard werken, dat doe je altijd wel. Maar dan is profvoetballer zijn hard werken. Ja, dat is hard werken. Dat zijn de minder leuke momenten. Maar ja, die moet je ook gewoon doorstaan, zeg maar. Dus ik denk dat we het als team nog wel redelijk hebben gedaan. Dus dan jammer, ja. 4-1 is misschien een beetje geflatteerd, maar daar kan je niks meer aan doen. Maar tegelijkertijd, ik sprak ook met je collega Subusepe, die zegt eigenlijk hebben we met z'n allen gefaald. Hebben we in de eerste helft slecht gespeeld. En is dit toch ook een terechte uitslag? Ja, nee, tuurlijk. Ja, qua het hele spel wat hebben wij hier niet, hadden we niet verdiend om een punt te pakken of om te winnen. Maar 4-1 is dan misschien een beetje groot, maar koop je ook, dat haalt niks meer uit. Tegelijkertijd, je pakt 2 hele mooie overwinningen. Eentje bij Feyenoord uit. Nou, leef je even lekker op. Zit je goed in je vel met z'n allen? Ja. Zonde dit. Ja, nou ja, we staan nu weer met beide benen op de grond en we moeten gewoon weer door gaan werken. En het komt wel goed. Tegelijkertijd nog even naar als je die eerste 9 wedstrijden nu ziet met het andere elftal. Het is niet alleen maar zonneschijn en mooie combinaties en lekker voetbal, hè, op het middenveld. Nee, het is ook hard werken en ook verdedigend zijn taken doen. En, het is anders dan vorig jaar, maar ik denk dat we zo ook gewoon een goed zeg maar eindresultaat kunnen neerzetten. Dus dat komt wel goed. Ben je kritisch op je eigen spel? Ja, ik heb vandaag niet gespeeld zoals ik kan spelen, zeg maar. En natuurlijk ben je daar kritisch op. En ik denk dat we ook al gaan analyseren met de trainers. Dus, dat krijgen we nog te horen. Ja, en jouw persoontje zelf, want iedereen heeft het altijd over dat je een debuutjaar meemaakt. Dat het vanzelf gaat. En dan komt er altijd een terugslag. Niet bij iedereen, maar bijna bij iedereen die doorbreekt. Ja. Kunnen we bij jou spreken van een terugslag, denk je? Ja. Kijk, ja, onder een terugslag vind ik dan dat je echt slecht speelt. Maar toen wist ik ook dat dat bij mij niet het geval was. Dat gevoel heb ik niet. Ja, ik speel gewoon mijn wedstrijd. Ik probeer gewoon hard te werken. Maar ja, niet alles lukt meer vanzelf. En, ja, de acties die mislukken moet je eigenlijk zo snel mogelijk vergeten en gewoon voor het team werken om de boven te veroveren en dan weer opnieuw proberen. Ja. Nog geen terugslag dan maar? Nou ja, ik hoop het niet. We gaan het zien. Okay. Succes volgende week weer.